Al meer dan 20 jaar is in het Westland Clara Veenstra actief als huidtherapeut. Het vak huidtherapie bestaat pas sinds de jaren 70 en houdt zich bezig met het verminderen, opheffen of voorkomen van stoornissen of beperkingen die ontstaan als gevolg van huidaandoeningen. Clara maakte destijds na een aantal jaren in het onderwijs heel bewust de keuze voor dit vak. Ik ben van huis uit lichamelijke opvoeding, dus docent lichamelijke opvoeding. En tijdens een van mijn nascholingen vond ik een folder over huidtherapie en ik zat dat te lezen. Toen dacht ik, ja, dit is wat ik wil, want ik blijf niet tot mijn 65 voor de klas staan. En daar heb ik een jaar over nagedacht en heb ik me aangemeld en ben ik gewoon weer gaan studeren. Volledige hbo-opleiding. Het vak van de huidtherapeut gaat verder dan alleen het verfraaien van de huid. Er wordt ook gekeken naar de onderliggende oorzaken van huidproblemen die bijvoorbeeld in de lymfe zitten. Een huidtherapeut is dus heel wat anders dan een schoonheidsspecialiste en gaat dus letterlijk en figuurlijk veel dieper. Een huidtherapeut behandelt de gezonde en beschadigde huid op alle fronten. En dan kun je denken aan wonden, zwellingen, acne, nabehandeling van oncologie. Maar ook de gezonde huid wordt door ons behandeld. In haar praktijk richt Clara zich op allerlei soorten huidproblemen. Primair vanuit de medische benadering, maar geleidelijk ook steeds vaker met cosmetische behandelingen, waar ze door haar opleiding ook veel over weet. Het is een vierjarige hbo-opleiding en de opleiding is, het beroep is beschermd. We zijn opgenomen in de wet BIG, artikel 34, en dat zijn schoonheidsspecialisten niet. In principe worden we medisch opgeleid en dat is zeker de achtergrond van het beroep. We zijn paramedici, maar door de ontwikkelingen in de maatschappij en doordat men veel meer oog krijgt voor de mooie mens en de mooie huid, kun je vanuit het medische stuk heel goed naar het cosmetische stuk. Die overgang die gaat heel geleidelijk. En ik ben echt begonnen als paramedicus, heb me bemoeid met wonden, met oedeem, met van alles en nog wat. Maar ook in deze categorie patiënten komen er problemen die eigenlijk cosmetisch te behandelen zijn. Mede daardoor ben ik wat meer cosmetisch gaan behandelen. Een laser aangeschaft. We kunnen de pigmentvlekken en de roodheid in de huid enzovoort heel goed behandelen. En het heeft me er ook toe gebracht om samenwerking te zoeken met een cosmetisch arts. En we kunnen tegenwoordig bij ons in de praktijk botox aanbieden, fillers en ooglidcorrecties. De strikte scheiding tussen medisch en cosmetisch begint dus geleidelijk aan te vervagen. Steeds vaker komt het voor dat patiënten na of naast een behandeling met een medisch karakter ook behoefte hebben aan een behandeling die eigenlijk puur cosmetisch is. En die kan Clara ook geven. Als ik bijvoorbeeld een acne-patiënt onder behandeling heb en langdurig, de ontwikkelingen op de markt gaan snel, dus ik kan hen andere dingen aanbieden. Dus vroeger hadden we bijvoorbeeld een fruitzuurpeeling, nu hebben we een TCA-peeling, trichloroazijnpeeling, die veel dieper in de huid gaat. En vervolgens zegt dan zo'n patiënt, ja, nu heb je me behandeld en mijn huid ziet er eigenlijk best wel leuk uit, maar nu zou ik ook nog dit of dat willen. Heb jij de mogelijkheid? Kun je daar in mee gaan denken? En zo is het eigenlijk een beetje ontstaan bij ons in de praktijk. Het aanbod werd dus steeds verder verbreed en met succes. Want de praktijk groeide in het Westland snel. Wat ooit begon aan huis is inmiddels uitgegroeid tot een praktijk met 4 vestigingen in Naaldwijk, Schavenzande, Wateringen en Rijswijk. Ik ben 20 jaar geleden gestart. Nadat ik afgestudeerd was, ben ik thuis begonnen. Ik had nog mijn andere baan en ben heel rustig begonnen. Maar eigenlijk na een aantal maanden begon het best wel aan te trekken. Dan ga je wat praten hier en daar, huisartsen benaderen. En eigenlijk is het gewoon goed gelopen. Ik was de eerste in het Westland. Het was toen nog geen vergoede zorg, dus daar hebben we ons ook echt wel hard voor gemaakt om dat bij de zorgverzekeraars vergoede zorg te laten krijgen. Daarna ben ik heel lang bestuurslid geweest van de beroepsvereniging. Heb het beroep meehelpen ontwikkelen. En na mijn bestuursperiode werd ik benaderd of ik in een paramedisch centrum mijn intrede wilde doen, dus dat werd de tweede praktijk. Die zat in Schavenzande, zit nog in Schavenzande. Het is echt multidisciplinair. En 2 jaar later kreeg ik dezelfde vraag voor Wateringen. Dus daar zit de derde locatie in een hele leuke oude boerderij.
En 3 jaar terug zijn we samenwerking opgestart met het Hyperbare Zuurstofcentrum in Rijswijk. Dus inmiddels 4 praktijken. En zo groeide de praktijk van Clara uit tot een organisatie met 4 vestigingen. Op elke locatie worden verschillende behandelingen aangeboden voor de beschadigde en de gezonde huid. En waar je vroeger de huidtherapeut alleen kon bezoeken naar doorverwijzing door de huisarts, is het nu ook steeds gemakkelijker voor patiënten om rechtstreeks zonder verwijzing bij Clara binnen te stappen. De meeste patiënten komen op verwijzing. Dan wel van de huisarts, dan wel van een specialist. En 3 jaar geleden is ons beroep wel vrij toegankelijk geworden. Dat wil zeggen direct toegankelijk. Mensen mogen zonder verwijzing bij ons onder behandeling komen. Maar de zorgverzekeraar vraagt, zeker bij oedeemtherapie, toch om een machtiging en een verwijzing van de huisarts. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Clara Veenstra, huidtherapeut.